Dankjewel. Nou, we gaan eigenlijk officieus de singles in de rijden, zeg maar. Ja? Want het is toch wel, de mensen moeten ervaring opdoen hoe ze toch veilig over de singles kunnen. Ja. Het is nu nieuw. Het is ook wel nog niet helemaal klaar. Maar we laten ze ook vooral kijken of zij nog iets zien. Of ze misschien denken, nou dat heeft dus wel verbetering, dat is nog voor verbetering vatbaar. Ja. Of ja, dat zouden we graag dus anders zien. Daar is de hobbel nog te hoog. Ja, ja, gewoon een soort testrit eigenlijk. Ja, een testrit. En dan gaan we naar Hotel Doesburg. Ja. Daar zijn de mensen van de gemeente uitgenodigd. En daarna hebben we een parcours uitgezet met allerlei obstakels. Ja. En Jens, die de rolstoel of de scooterbus levert, die heeft er twee extra meegenomen. Dus iedereen, ook de mensen van de gemeente, worden uitgenodigd om dat te gaan proberen. Ja. En dan vooral ook met het verzoek van... als je nu kijkt wat voor simpele obstakels of hier staat, kunt u zich voorstellen als je rijdt door de binnenstad, hoe dat heel alles in de weg staat. En dat zou toch wel heel erg fijn zijn. Dat ze dat ook eens een keer kunnen ervaren. Ja, en dat het ook eens autovrij kan misschien. Ja, niet alleen op zaterdag, maar ook eens een keer van andere dingen. Okay. En dan komen we hier terug en dan drinken we nog een kopje koffie. Hey, en hoeveel scootmobielers heb je verzameld? Nou, eerst 25, maar er zijn een paar die hebben afgezet, maar ik geloof 22, 23. Okay. Dus voor ons is dat eigenlijk toch wel heel veel. Ja, en de nodige begeleiding erbij. Ja, en de verkeersregelaars en het Rode Kruis. Ja. En de meneer van Jens, die is nu alle scootmobielen even technisch nog even kijken of de remmen er doen en de lampjes. Dus dat wordt ook meteen gedaan. Je kan het niet hebben dat je onderweg komt stil te staan natuurlijk, in kolommen. Of met een lekker band of zo. Ja. De scootmobieltocht, deze keer georganiseerd, is er om de nieuwe singles te gaan uitproberen. Dus ja, want ze zijn nog wel niet helemaal klaar, maar we kunnen dus al een bepaald stuk doen. En ik vraag toch ook iedereen heel graag, als je nou onderweg iets tegenkomt, dat u denkt van nou, daar ben ik ben er nog niet overheen gegaan, maar dat valt mij dus wel op, wat eigenlijk toch wel een verbeterpunt is. Dat zou toch wel heel erg fijn zijn. U bent van het scootmobielbedrijf Jens, begrijp ik. Ja, wat hebben jullie gedaan om deze toch mogelijk te maken? Ik heb iets begrepen van onderhoud of zo. Onderhoud aan de scootmobielen. Kijken of nog alles goed rijdt. En banden oppompen, de accu's nakijken, aan vervangen.
van. Misschien handig om die kleurtje niet even, dat die wat meer opvalt, dat er een wegvermogen in het midden. Ik wil wel wat opgeven. Ik weet niet, heeft iemand die daar is gehoord, heeft hij dat voor mij bij fietsen die lachen? Meneer Bolle, wat moet je doen om zo'n scootmobiel te krijgen? Je been breken. Je been breken? Is dat alles? Nee, Maarten, helaas, het is niet voor jou weggelegd. Nee? Dat spijt me. Jammer, het leek me echt leuk. Je ziet er nog zeer gezond uit, dus daar gaan we niet in voorzien. Jammer. Jammer, hè? Dat is te proberen. Gerard Steintjes, onze cameraman. Nou, dankjewel Gerard voor het werk wat je gedaan hebt. Niks te danken. Ja, nou, je hoeft het niet veel te doen, hè? Graag gedaan. Alleen maar gas geven hoeft hij, of wel? Alleen maar gas geven. Ja, dankjewel. Aanrammen.